Het CDA en de gemeente Overbetuwe heeft het vermoeden dat er fouten zijn gemaakt rond de aanbestedingsregels voor het project Elst Centraal. Het betreft hierbij de bouw en de exploitatie van de parkeergarage die naast het station Elst gerealiseerd moet worden. De ChristenDemocraten hebben de kwestie voorgelegd aan Europe Decentraal. Deze adviesorganisatie van de Rijksoverheid beantwoordt vragen over Europese subsidies en regelgeving van lagere overheden. Uit haar antwoord concludeert het CDA dat de procedure niet correct is. Nou, we hebben een jaar geleden in de gemeenteraad gesproken over de realisatie van de parkeergarage. Toen werd duidelijk dat de gemeente voorstelde om daar flink wat gemeentelijk geld in te stoppen. We hadden daar vraagtekens bij, maar we hadden ook vraagtekens of dat zo wel mocht. Het college heeft toen gezegd, ja, dat mag. We hebben dat laten toetsen door een extern bureau, maar wij bleven toch twijfels houden. Ja, en wat voor soort fouten moet je dan denken? Nou, bijvoorbeeld of niet openbaar moet worden aanbesteed wie zo'n parkeergarage exploiteert. In dit geval is er gewoon gezegd, de NS-poort gaat dat exploiteren. En die krijgt een x-bedrag van de gemeente. En verder hebben andere partijen geen kans gehad om een beter bod te doen. Ja, uw fractie heeft de kwestie voorgelegd aan Europa Decentraal. En uit dat antwoord concludeert u dat inderdaad de procedure niet juist is. Hoe bepaalt u dat zo? Nou, we kregen de tip dat je dat op die manier kan voorleggen. Want als gemeenteraadslid weet je natuurlijk ook niet altijd alles. En we hebben nu een antwoord gekregen en dat roept vragen op. Want de gemeente zei van nou, hier hoef je geen procedure te doorlopen. Het is op voorhand duidelijk dat je die subsidie mag geven. En eigenlijk zegt het antwoord van Europa Decentraal iets heel anders. Dus vandaar dat wij van het college willen weten hoe het een met het ander te verenigen is. Het CDA was voornemens op dinsdagavond tijdens de raadsvergadering vragen te stellen aan het college over de vermeende fouten bij de aanbestedingsregels. Dinsdagochtend stuurde verantwoordelijk wethouder Frank van Rooyen een mailtje naar het CDA dat hij die avond geen vragen kon beantwoorden. Hij gaf aan eerst extern juridisch advies te willen inwinnen, omdat het specialistische regelgeving betreft. Nou, het verbaast ons zeer. Ik heb de vragen donderdagmiddag ingediend en ik kreeg vanochtend dat mailtje. En ik zou denken, als je je zaakjes goed voor elkaar hebt, kun je gewoon antwoord geven. En ik vraag me ook af wat de gemeenteraad daar verder van gaat vinden. Want bij dit totale project is gezegd door de grootste collegepartij, eerst zekerheid over de infrastructuur, dan pas een besluit over een nieuw gemeentehuis. Wij zijn tegen zo'n nieuw gemeentehuis. De andere partij heeft gezegd, als de infrastructuur zeker is, dan zijn wij voor zo'n gemeentehuis. Maar ja, je kunt je afvragen of de infrastructuur nu nog wel zeker is. En wat zouden dan de gevolgen kunnen zijn voor het totale project, dat het niet doorgaat? Nou, het zou bijvoorbeeld aanleiding kunnen geven tot uitstel. En er ligt natuurlijk ook nog een procedure bij de Raad van State. Nou ja, dat gaat verder allemaal in detail. Maar er moet denk ik hier wel heel goed naar gekeken worden. En ik zou verwachten dat ook andere partijen nu tot de conclusie komen dat hier goed naar gekeken moet worden. Ja, vanavond dus wel een raadsvergadering over dit onderwerp. Zonder dan weliswaar de antwoorden direct van de wethouder. Waar gaat u over debatteren? We hebben een aantal overeenkomsten in verband met Elst Centraal. Eigenlijk zeg maar de laatste formele echte besluiten die de raad nog moet nemen. En daarnaast ga ik toch de raadsvergadering beginnen met de vragen te stellen. En dan kijken we wel hoe ver we komen qua antwoorden. Zangeres Tina Turner zit ruim een halve eeuw in het vak. Daarom vindt in het Gelredome in Arnhem eind december een eenmalig eerbetoon plaats aan de Queen of Rock. Zoals de nu 73-jarige Turner ook wel wordt genoemd. Tijdens de Tina Turner Experience passeren alle grote hits van de zangeres de revue. Zoals Proud Mary, River Deep Mountain High en Private Dancer. De voorverkoop voor dit eenmalige eerbetoon begint op 25 mei. Hondenbezitters in Nijmegen kunnen binnenkort een oproep van de gemeente verwachten om bij hun dagelijkse wandeling door de wijk beter op te letten op verdachte situaties en deze dan ook te melden bij de politie. Hondenbezitters worden namelijk gezien als de perfecte kenners van hun buurt. Ze lopen vaak vaste rondjes en daarmee vallen verdachte situaties hen sneller op. Het is overigens niet de bedoeling dat de deelnemers zelf op verdachte situaties afgaan. Omwonenden van de Job, dat is een jongere ontmoetingsplek aan de Visveldse straat in Lent, zien het jeugdhonk het liefst vertrekken. Zij hekelen de overlast in de avonduren en zijn bang dat het met de naderende zomer alleen maar erger wordt. De afgelopen maanden is er geregeld overleg gevoerd op het gemeentehuis in Nijmegen met de wijkraad, de wijkmanager, de tandem jongerenwerker en de wijkagent. De buurtbewoners willen nu dat de gemeente actie onderneemt. Hoe is het gesteld met de overlast van deze jongere ontmoetingsplaats? Nou, dat weet ik niet helemaal precies. Er is overleg, regelmatig overleg tussen de gemeente, welzijnswerker, wijkagent, bewoners en wijkraad. En ja, er wordt wat wisselend over gedacht. Er zijn erbij die
wat meer overlast ervan ondervinden als anderen. Hoe lang staat deze job er al? Nou, deze job staat er denk ik nu een jaar ongeveer. Dus we hebben toen met de gemeente afgesproken dat er regelmatig geëvalueerd zou worden. Dus zou er gekeken worden van hoe gaat het nu? Is er overlast? En als er overlast is, meld het bij de politie. Meld het bij de wijkagent. Die zou dan een registratie bijhouden om te kijken van ja, wat voor overlast is er nu? Wat moet er nu aan doen? En af en toe heeft de wijkagent dus inderdaad ingegrepen. En dus ook bekeuringen, verbalen gegeven aan jongeren die hier overlast gaven. Ja, jullie willen als wijkraad nu graag dat de gemeente echt actie onderneemt. Waar doelt u dan precies op? Nou, we willen eigenlijk dat de gemeente, we hebben nogal veel jongeren hier, er wordt de aankomende jaren wordt er nog veel meer, dat de gemeente nu serieus een keer de werk van gaat maken. En ze hebben dus nu inderdaad wel plannen om een jongerencentrum mogelijk te maken. Dus ze hebben in de perspectiefnota nu ruim 4 ton beschikbaar gesteld. Dus we gaan er eigenlijk vanuit dat volgend jaar dat er dus stappen gemaakt kunnen worden. En dat we dus echt naar een plaats komen, een plaats kunnen maken voor jongeren waar ze zichzelf kunnen zijn. En waar ze elkaar kunnen ontmoeten zonder dat ze overlast geven aan andere mensen. Raadslid Ben van Hees heeft namens zijn partij de Nijmeegse fractie het college gevraagd om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie. De job bevindt zich namelijk op 22 meter van woonhuizen. Terwijl de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 45 meter aanhoudt. De wens van de wijkraad Lent lijkt gehoord te hebben gevonden bij de gemeente. Zij heeft in haar perspectiefnota 2014 4 ton gereserveerd voor een jongerencentrum in Lent. Ja, ook het raadslid Ben van Hees van de Nijmeegse fractie had het college gevraagd om te kijken naar een alternatieve plek. Zou zoiets kunnen of is dat niet afdoende? Nou, er is in het verleden al regelmatig in allerlei plekken bekeken. Omdat die plekken moeten dan samen met de wijkagent bekeken worden. Want die moet uiteindelijk kunnen handhaven. Moet dus ook dat kunnen bekijken van wat gebeurt er nu precies. Er zijn dus al heel veel plekken aan orde gekomen. Maar op het moment dat je dicht bij huis in de buurt komt, dan is het toch lastig. Want je verschuift het probleem dan eigenlijk alleen maar van de ene groep bewoners naar de andere groep bewoners. Dus je zult het wat structureel moeten doen. Zijn er al ideeën voor waar een eventueel echt jongerencentrum moet gaan komen hier in Lent? Nee, dat hebben we nog niet bekeken. De gemeente moet dat samen ook met bewoners, jongeren, wijkagent, moet dat ook gewoon bekijken van waar nou de beste locatie is, waar de jeugd dan elkaar kan ontmoeten zonder dat ze overlast geven aan anderen. Alleen, ja, nu is er ruim 4 ton vrijgemaakt, het liefst. Zien we dat het redelijk snel gaat gebeuren, dus het hoeft niet meteen overgeorganiseerd te worden. Je zult dus ook de jeugd de mogelijkheid moeten geven om zelf wat creatieve dingen te doen. Of zelf redzaam, dus zelf wat dingen te doen. En de gemeenteraad van Arnhem wil dat er een einde komt aan de explosieve stijging van de kosten voor bewindvoering via de bijzondere bijstand voor kwetsbare mensen die met schulden kampen. Wethouder Michiel van Wessum heeft laten berekenen dat de gemeenschap vorig jaar zo'n €900.000 aan bewindvoering kwijt was. De nieuwe brug over de Waal in de A50 is dinsdag in gebruik genomen. Het verkeer richting het zuiden heeft er 3 rijstroken bij gekregen. Op de oude Waalbrug lagen 2 stroken naar het zuiden. Donderdag gaat de brug open naar het noorden en krijgt het verkeer in die richting er ook 3 stroken bij. Op eerste Pinksterdag is in Huissen een uniek herinneringspaneel onthuld. Het draagt de naam Tussen scherven en granaten. De kleur groen overheerst omdat deze kleur de vrede symboliseert. Op eerste Pinksterdag is herinneringspaneel onthuld. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, daar wil ik graag wat over vertellen. Dit herinneringspaneel dat herinnert aan de tijd dat hier in 1944 honderden vluchtelingen zaten. Er zaten hulpverleningsinstanties zoals het Rode Kruis. En het was ingericht als een lazaret. Dus er zaten, je had het, de functie van het klooster was niet meer prediking voor geloof. Maar het was een toevluchtsoord voor vluchtelingen geworden. En ook een lazaret. Dus het was een noodziekenhuis. Dus hier stierven mensen. Hier werden mensen geopereerd. Maar er werden ook mensen geboren. Het Exoduscomité streeft daarna om aandacht te vragen voor de bijzondere en kwetsbare positie van burgers in oorlogstijd. Dit leidde tot de realisatie van enige Exodus-monumenten in de regio. De tastbare herinnering aan de grote evacuatie in de laatste periode van de Tweede Wereldoorlog. En de herinneringspaneel, is dit de juiste plek hiervoor?
dit is de beste plek. Althans, hier zo. De herkenning is er nog. De verwantschap is er nog. De bestemming als klooster is er nog. Nou, dit is de warmste plek, een hotspot, als het gaat om herdenken. En we hebben deze paneel ook voorzien van 3 talen. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Duits en in het Engels, om zo breed mogelijk publiek te bereiken. Bovendien hebben we het natuurlijk voorzien van foto's en een actueel gemaakt, want de man die hier geboren is op 4 oktober 1944, die was hier op eerste Pinksterdag ook aanwezig. En daar hebben we ook een fotootje van afgebeeld, zodat het niet alleen om die reden, niet alleen een herdenkingsmonumentje is van iets van 70 jaar geleden, maar dat moet leven, want een monument dat een fossiel wordt, is niet waar te worden getoond. Dus wij willen echt dat de jeugd er kennis van neemt en dat het op die manier overgedragen wordt, zodat de mensen denken aan wat er toen gebeurd is en het nooit meer vergeten. Oké, en u organiseert ook een wandelroute dit jaar weer? Ja, ja, eigenlijk is dat de ruggengraat van ons Exodus-comité. Dat is de jaarlijkse Exodus-wandeltocht. En die Exodus-wandeltocht die herinnert aan de grote evacuatie 1944, toen eigenlijk iedereen hier weg moest en toen dit land een niemandsland was. Er was niemand die hier kon blijven. Dus al die duizenden mensen in de regio Arnhem, Angeren, noem maar op, alles moest weg. Uit de vernielde omgeving, 8 maanden weg en toen de mensen terugkwamen, toen was alles kapot of geplunderd. En dat was ongeveer in de maand juni dat de mensen terugkwamen. En juist in die maand gaan wij onze wandeltocht houden. En dat is op de laatste zaterdag van juni, van de maand juni. En iedereen kan eraan meedoen? Nou ja, je moet wel heel slecht zijn. We niet keuze kunnen maken uit een van deze 5 routes. Yes. Maar iedereen is dus uitgenodigd. En de prijs en de deelname, dat is allemaal heel laagdrempelig. En je gaat door een van de mooiste gebieden van Nederland. Over de Betuwse dijken, langs kasteel Doornenburg. De Jean-Fransbrug en langs de panelen als je wilt. En kunnen de mensen daar op de website nog iets over vinden? Ja, op www.exodushuizen kan iedereen alles vinden, maar ook bij wandeltocht, overal. Iedereen die daar binnen gaat zoeken, die komt op de site uit. Jullie werken ook samen met Rode Kruis? Ja, dat komt omdat in 1944 het Rode Kruis heel moedig werk verrichtte om iedereen die ziek was en slechte benen, om die te helpen. En dat doen ze tot op de dag van vandaag in 2013. En daarom is het ook onze huidige partner. Dus ze zorgen voor de EHBO-posten. Maar wij dragen geld af aan het Rode Kruis. Dus iedereen die bij ons deelneemt aan de wandeltocht, helpt ook het Rode Kruis. Na de oorlog was de kloostertuin in Huizen voor gesneuvelden een tijdelijke rustplaats. Ook de gaarkeuken was tot 1945 voor menig burger van levensbelang. De organisatie kan terugkijken op een mooie dag. En Huizen heeft er een bijzonder monument bij.